De gemeente Heilo heeft besloten cameratoezicht in te stellen aan de Lijsterbes in Heilo. Bij een huis aan deze straat werd in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in brand gestoken. De eigenaar van het bewuste pand aan de Lijsterbes in Heilo heeft inmiddels meerdere malen te maken gehad met vernielingen aan zijn auto, bedreigingen, ruiten zijn ingegooid, achtervolgingen en een gewapende overval. Buurtbewoners zijn bang voor meer incidenten in de straat en de openbare orde is hierdoor ernstig aangetast. Daarom is besloten tot het plaatsen van een beveiligingscamera. De camera is, gelet op de impact op de veiligheidsbeleving, zo spoedig mogelijk geplaatst voor de duur van drie maanden. De camera zal de voorgevel van de woning aan de lijsterbes in beeld hebben en een deel van de openbare weg en een deel van de gevel van beide buren. Na drie maanden wordt geëvalueerd in hoeverre de openbare orde in voldoende maat is hersteld en de inzet van de camera al dan niet moet worden voortgezet.